naam is Brechtje. En ik geef geschiedenis, wil je dat ook weten? Ja. En waarom geef je geschiedenis? Wat vind je daar leuk aan? Nou, wat is er niet leuk aan geschiedenis, toch? Het gesprek met jullie, met de leerlingen over alles wat er vandaag de dag gebeurt. En dan een link leggen met het verleden. Ik denk dat ik dat wel het allerleukst vind aan geschiedenis geven. En waarom ben je dan hier gekomen werken? Nou, omdat ik al heel snel door had, dit was toen, 10 jaar geleden ben ik hier al komen werken. Was het echt een nieuwe, jonge school. En eigenlijk voelt het nog steeds hetzelfde. Elk idee dat je hebt, wordt hier met open armen ontvangen. En we mogen heel veel uitproberen. En weinig grenzen aan wat we kunnen doen met jullie. En dan ook nog eens die hele leuke leerlingen. Waardoor het hier gewoon echt een feest is. Om te werken, om te mogen werken eigenlijk, ja. En wat vind je het leukste aan deze school? Ja, volgens mij heb ik het net al gezegd, maar toch wel jullie, denk ik, de leerlingen. Dat is gewoon elke dag weer ben ik blij dat wij niet ergens buiten online les hoeven te geven aan jullie. Maar dat we gewoon met jullie in de klas mogen zitten en met jullie mogen praten en al jullie grappige verhalen mogen horen. En ja, dus dat is wel echt het leukste aan het vierde, vind ik, ja. Zeker zonder corona proberen we echt heel veel leuke dingen te organiseren. Maar ook met corona proberen we dat nog wel zo nu en dan. Leerlingen en leraren hebben denk ik hier wel een heel prettig contact. Er wordt heel leuk met elkaar omgegaan, heel informeel. Ook na de lessen. En dat is echt ook heel, heel fijn op deze school. Ja.